Adrie, ik vond jullie zowel de eerste als de tweede helft in grote gedeeltes de best voetballende ploeg in deze wedstrijd. Toch verliezen jullie. Leg eens uit, hoe komt dat? Door de foutjes die wij gemaakt hebben. Die hebben we zeker gemaakt. Met de goals. Die straffen zij af. En in de omschakeling hebben ze nog wel mogelijkheden gehad. Maar wij hebben echt wel hele goede mogelijkheden ook gehad om ook het verschil te maken. Nou, dat hebben we niet gedaan. De mogelijkheden die zij kregen, die hebben ze goed afgestraft. En ik vond, daarin waren wij slordig. En hetgeen wat we zelf gecreëerd hebben, ja, daar vind ik dat we te weinig uitgehaald hebben. Wat heb je in de rust gezegd eigenlijk? Dat we eigenlijk zo wel door moesten gaan. Ik had eigenlijk gehoopt zeker dat kwartier na de rust, na hun goal, hè, die viel natuurlijk eigenlijk zomaar. Had ik eigenlijk wel gezegd van, toen had ik een goaltje verwacht. Ik heb gezegd, dit moeten we wel vasthouden. Ik vond dat we iets compacter moesten gaan spelen. Bij de lange ballen van de Leijen bijna alles gewonnen in de lucht. En die legt ballen ook goed terug, dus daar moesten wij wel meer mensen bij hebben, vind ik. Dus iets compacter gaan spelen en wel die pressie naar voren houden. Nou, en dat hebben ze echt wel goed gedaan. Als ik dan nog zie in de 89e minuut met een 3-1 achterstand en dat ik dan mijn elftal nog terug ziet sprinten om dan toch nog proberen tegen te houden. Ja, daar moet ik ze wel een compliment voor geven. Ik vind het alleen jammer dat we hebben ons te weinig beloond. En vooraf met dit allemaal erbij dacht ik van, nou, ik hoop voor een aantrekkelijke wedstrijd. Nou, dat is van beide zijden is dat zeker gelukt. Hè? Dus dat is wel weer wat de nodige reclame. Achteraf heb ik toch wel een klote gevoel, want ik had toch ook wel graag de punten gehad. Ook al ben ik altijd wel van het ideaal, maar ja, het is niet anders. We hebben verloren met 3-1. Was de penalty het breekpunt? Ja, ik denk wel in het mentaal oogpunt. Ik vind het wel. Schaper staat er goed op. Je ziet duidelijk Werkman duwen bij Aarts, waardoor hij zijn evenwicht verliest. En die bal komt tegen zijn hand aan. Aarts is langer dan Werkman. Hij kan hem zo wegkoppen. Je ziet hem echt met twee handen duwen. Jullie verslaggevers sprakten het nog, die beaamden het ook. Ja, dan wordt het 3-1. En toen heb ik nog proberen wat moed erin te spreken. Vorige week stonden we ook 3-1 achter. Ik hoorde het je zeggen, alleen wat ik op vond vallen is, waar jullie groot gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg waren, jullie toch na die 3-1 niet meer echt gevaarlijk konden worden. Nee, en ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik vorige week eigenlijk ook al gezegd. Toen viel er natuurlijk ineens die 3-2 door die vrije trap van Jongman. Daardoor krijg je weer geloof en dat geeft energie. En ik had nog op de flap geschreven, ik zeg, voor een goal heb je maar 5 seconden nodig. Dus het geloof moet je wel blijven houden, maar het zeggen is 1 en dan het uitvoeren met vermoeidheid is 2. En ja, ik moet zeggen dat HC natuurlijk wel een stukje beter was dan Tech. Dus, maar we hadden toen niet geluk aan onze zijde. Nee. Ook een beetje meezitten moet het soms. Hè? Was dat ook iets wat in deze wedstrijd er misschien net aan ontbrak? Die kansen die er niet ingaat, zo'n penalty waar de beslissing net de verkeerde kant op valt? Ja, dat kan. Alleen ik heb altijd gezegd, ik wil niet afhankelijk zijn van geluk. Er zijn mensen die zeggen, geluk dwing je af. Nou, als dat zo is, dan wil iedereen die formule weten, want dan heb iedereen geluk. Geluk moet je toekomen. Je kan wel op basis van een speelwijze meer in de 16 komen dat een bal een keer goed valt. Maar dan is je speelwijze hetgene waardoor je het hebt afgedwongen. Dus wij hadden best wel wat geluk kunnen hebben in sommige situaties. Maar wij moeten zelf gewoon beter spelen. En ik wil winnen op basis van een idee, een plan. En dat we dan wel kunnen scoren. En ik wil niet afhankelijk zijn van een toevalligheid. En nou, die toevalligheden waren er vandaag niet. Nou, dan ligt het aan ons. Dankjewel.